Ik ben dus Pascal. Ik ben een vriendin van Anne. En zij heeft mij zo aangezet om mee te doen met de vrijwilliger voor de Pride. En ik kijk elk jaar kijk ik er naar uit. Dus het is super plezant om te doen. Ik ben Anne. Dit jaar ben ik aan mijn 10e Pride toe. Jullie zijn een koppel? Nee, wij zijn vriendinnen. Maar je zegt mijn vriendin, komen. Gewoon vriendinnen. Nee, wij zijn gewoon vriendinnen. Ja, maar zijn jullie met de vrouw, zijn jullie alle twee lesbisch? Nee. Wij zijn hetero, alle twee. Zo, ja, hetero was iets, maar ik val op de verkeerde man af. Onze vriendenkring breidt elk jaar uit met nieuwe mensen die wij ontmoeten op de Pride of ook de Darklands, waar we vorig weekend alle twee, 4 dagen ook vrijwilligerswerk gedaan hebben. Mijn queertopia is dat binnen 15 jaar was het even dat er nergens in de wereld geen restricties en wetten niet meer zouden zijn voor de LGBTQI+ gemeenschap eigenlijk. Dat gewoon weg afgeschaft is. Dus dat in alle landen ter wereld iedereen gewoon kan zijn wie hij wil zijn. Zonder ook in hokjes gezet te worden en zo. En ik zou willen dat de agressie en de homohaat volledig verdwijnt. Ja. Want dat is altijd agressie, waarvoor? Omdat ze een andere voorkeur hebben van een man of vrouw. We zijn allemaal hetzelfde.